Oh, wow! Wat? Wat? Wat was dat? Yo jongens, welkom bij een gloednieuwe allereerste GTA 5 video jongens. Ik heb er zin in. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier samen met... Justin. Martijn. En jongens, onlangs is de Doomsday DLC gedropt. En dat betekent dat we natuurlijk gaan checken wat het allemaal precies inhoudt. Ik heb zelf geen flauw idee, ik heb nog niet gespeeld. Ik heb echt een half uur geleden of zo heb ik hem nog geüpdate. Dus ik heb er zin in. Het eerste wat we zo meteen gaan doen is eventjes... De nieuwe bunker kopen. Want er schijnt hij niet weer dat er een nieuwe bunker is. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Hebben jullie hem gezien trouwens, die nieuwe bunker, of niet? Nee. Ik niet. Nee. Omhoog, Greg! Ik ben ook benieuwd. Yo! Het ging bijna fout. Heb je hem al gekocht? Nee. Ik moet eerst naar Leicester volgens mij. Tenminste, of was het? Nee. De H van dingen. Oh ja, ik zie die H op de map. Ik heb een H en een L op de map staan. Ik weet niet naar wie ik naartoe moet eigenlijk. H is heist en ik zie die al niet staan. Moeten we naar Leicester volgens mij? Volgens mij moet ik naar Leicester toe toch? Volgens mij moet je gewoon online bestellen, net als de bunker. Dus ja. Moet je het gewoon online kijken, ja. Weet je wat, dan gaan we even op de Maisbank landen en dan... op de Maisbank landen. Ja, we gaan op de Maisbank landen, jazeker. Ja, en dan, je moet het online bestellen. Ja? Kan ik dat? Ja, en dat zijn dat ja, ik kreeg net een bericht van Leicester. Wat zegt Leicester dan? Moet je dan... Je bij naar de Maze Bank moet gaan en faciliteiten moet kopen of zoiets. Ja, dat is online. Op je telefoon. Op je telefoon, ja. Oh wacht, ik ben aan het vliegen. Ho. Ja, misschien niet doen terwijl dat... Ja. En daar gaan we niet kunnen switchen of zo. Kijk je. Want ik dan even vliegen en dan jij gaat bestellen. Die gaat lukken, ik heb vertrouwen. Ik niet. Oh my god. Dit gaat sowieso. Dit gaat landen! Stoppen! Oh, wie stapt eruit? Houdoe! Ik! Justin! Ga je redden? Dit gaat niet goed. Dit gaat goed, er is niks aan de hand. Ik ben een professional! Oh! Nou... En bedankt. Prachtige zonsondergang hier. Kijk dan, we vliegen gewoon tussen de bouwen door hier. Ja, laten we niet meer aan Justin... We gaan Justin even oppikken. Echt, we zouden een nieuwe DLC gaan checken. We zijn gewoon aan het kloten, jongens. We zijn gewoon weer aan het kloten. Dit is trouwens 90% van de tijd dat wij als wij iets gaan doen, dat we totaal iets anders gaan doen. Er wordt gewoon normaal... We zijn gewoon niet normaal. Stop, gebouw. Dit gaat nog bijna fout op, joh. Check die skills dan ook, hè. Hier. Zit tussendoor zo. Jongens, ik sta bij de Maze Bank. Waar sta jij? Bij de Maze Bank. Boven? Landen. Ja. Nee, onderaan. Landen. Onderaan. Ja, dat... Kan wel, joh. Gewoon landen. Uh-oh. Ja, kan dat. Uh-oh. Ja, joh. Oh, nu is test, joh. Is zien. Oh, pas op. Rathos, ik heb alleen een probleempje. Waar ga je naar beneden? Ja, daar zit een gat. Hij spreekt eruit! Lekker hoor, ik ben alleen geland zonder wielen. Rathos. Hij staat op zijn chassis nou. Jongens, kunnen we nou nog vliegen of niet? Klopt die wiel uit? Ja, dat gaat niet denk ik wel. Zo! Oh. Wow! Wat is dit? Gaat goed. Turbo! De taxi staat al buiten. Oh joh! Wacht. Ik heb een idee, wacht. Uh-oh. Nee, wacht, kom. Ik wist helemaal niet dat er turbo op zat. Ik dacht dat er die flares waren, joh. Oh, dat is die E. Ja, dat is E, dat is turbo. Nee, ja. Ik wist niet dat er turbo op zat. Hij dood. Wacht. Oh, ik heb het niet eens gezien. Kom. Dit gaat sowieso fout. Stap in, wij kunnen dit. Ron, laat me met rust. Nee, wij kunnen dit, jongens. Rathos, moet je dat ding nou niet bestellen? Weet, we kopen vast die bunker. Intussen als jij dat hij ingestapt is, wij gaan even die bunker kopen, jongens. Dan gaan we bij foreclosure doen.
Enter site volgens mij is dat hier, of niet? Ja, kijk dit. Die bedoel ik. Ja. Ja. Land Act Reservoir Facility. Het is bijna 3 miljoen, maar we kopen hem toch. Zo. Dan gaan we eventjes... Rijke Tata's. Rijke Tata's inderdaad. Rijke Tata BV. Kijk wat het mooiste is. Of je deze wel iets hebben. Het is toch een beetje de kleuren van de crew. Absoluut mooi. Wacht, even deze knoe kan passen. Ik heb dik. Dan vind ik deze toch het mooist. Orbital Cannon. Wat is dat? Ik heb geen idee wat het is, jongens. Orbital Cannon. What the fuck, wat heb jij in je vliegtuig hangen, joh? Security room moeten we hebben, want we moeten wel natuurlijk... niet dat hij allemaal dildo's mee gaat slepen, die Tim. Mag hem eigenlijk geen Tim doen, want het is Justin, maar goed. Oh. Ik had het nog niet eens door. Hij had het nog geen eens door en dat ik hem Tim noemde. Hij vindt het allemaal best. Op een gegeven moment heeft Tim het echt, dus kijkt hij de video. Huh? Denk mee met de video? In ieder geval, het kost... Raad hoeveel het gaat kosten. Laten we daar eens mee beginnen, jongens. Wat denken jullie wat dit kost? 5.372.635. Justin zit er in de buurt. Het is 5.491.000. Ik weet zelf niet eens meer wat ik gezegd heb, dus... Ik ook niet. Maar de man weet wel dat je dichterbij zat. Maar volgens mij gaat dat plan hier heel erg... Set waypoint. We gaan er naartoe. Ik weet eigenlijk wel wat het is, ook al heb ik geen waypoint nodig. We gaan toch even checken, jongens. Gast erop. Zijn we er klaar voor? Heb je door dat je ding een beetje rookt? Nee. Nee? Sterker nog. Wie heeft dat dan alweer gedaan? Wat? Ja, hij start niet meer. Hij is dood. Nee, hou op. Ja, echt, is geen gein. Ik kan geen gas geven. Ik ben wel weer lastig. Ja, hij is dood. Wacht, ik duw hem, jongens. Ja, blijf erin. Ja, dat gaat helpen, ja, hè. Jij duwt even die bomboes gaan naar voren. Dat is ook. Yo, ik heb onze auto. Hup. We kunnen maar met Tim, maar oké. Okay. Ja, dat is mijn auto. Martijn, doei. Fijne dag. Bedankt. Doei. Ik haal je onderweg in, hoor. Echt niet, weet je hoe snel wij zijn. Oh, dikketje dap. Oh, fuck. Oeps. Nou, dat maakt niet uit, het is toch Martijn's auto, hè? Jo. Met of zonder pump. Oh. Dat is Elders auto, die zag ik onderweg staan. Het is de Elder mobiel. We gaan eventjes naar de nieuwe bunker. Hoe heet het eigenlijk? Het heet eigenlijk geen bunker. Eigenlijk is het geen bunker. Het is meer een facility. Een facility. En wat is het Nederlandse woord voor facility? Een faciliteit, nee, weet ik niet veel. Weet je wat ook een faciliteit is? Een openbaar toilet. Dat is ook een faciliteit, dus het is geen faciliteit. Oh. Ja, we noemen dat gewoon openbaar toilet, hoor. Heb je geen toilet in je... Sanitaire noodvoorziening? Echt wel. Nee, echt niet. Faciliteit. Maar er zijn zoveel faciliteiten. Ik bedoel, een gymzaal is ook een faciliteit. De tennisbaan is ook een faciliteit. Jezus, mijn brein kan er niet meer uit. Hoewel, ik ben verdwaald. Ja, ik zal eens naar de map kijken, dat is misschien handig. Want ik heb eigenlijk geen idee waar ik naartoe moet. Ja, ik weet wel waar ik naartoe moet, maar ik weet niet waar die weg naartoe. Welke weg is het hier? Kijk. Oh, dit is een leuk weggetje. Ja, vooral als je dan te zacht even stuur zit. Dat is de toeristische route. Toeristische. Oh, niks aan de hand. Oh, nog iets eraf. Kijk, moet die Martijn afkomen. Wedden dat hij eraf vliegt? Wedden we niet. Aan. We zijn er bijna. Oh! Oh, onze brol bijna af. Oh, dat ging bijna fout. Duw hem eraf. Hé, nee. Oh, nee. Ja, ik hoop echt dat hij eraf vliegt. Doei! Okay. Ja! Doei! Mazzel! Ja. Oh. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Oh, fuck. Hey. What the fuck? Gast! Doei! Oh. Ik ga niet verzinnen. Ja. Nat, wil je bij mijn auto? Ja, breng mij even naar boven. Laat mij rijden. Nee, joh. Ik wel, dat komt goed. Moet ik wel, ja. Volg de leider. Oh. Volg de leier. De leider. Hoogsteen. Wij weten hoe dit moet. Wij gaan hier gewoon echt als professionals gaan wij hier. Ja, ik zie jullie beneden. Ja. Doe maar. Nee, eigenlijk wel. Fuck. Deze auto is zodanig klein, hij zit bijna onder het water hier. Ja, ik vind het best. Kijk. Nee, ja, nou. Nee. Okay. Misschien is dit niet helemaal de meest ideale route, hoor, jongens.
Jongens, de auto is niet echt waterresistent. Waterresistent? Resistent? Wat? Ja, kennen jullie dat niet? Waterresistent. Nee. Belgen, hè? Ja, bedankt. We hebben een klein... Hij is kapot! Mijn ook. Ik had zo'n donkerbruin vermoeden dat hij kapot was. Destroyed. Gaat hij met zijn kop onder water zo eruit zo? Kijk dan hier. Au, au, au! Gaat hij nou niet verder? Nou jongens, we komen hier weg. Helikopter, heb jij een helikopter? Jantos, ben ik klaar mee. Ja, doei. Oké. Okay. Ik ga wel klimmen dan. Hey, hoppatee. Als kan ik nou weer... Oh jongens, ik ben verder dan jullie. Ik spreek jullie later. Echt? Ja, doe gewoon zelfmoord. Ik ben aan de overkant van het water. Ik kom hier erg... Ik kom eraan hoor. Ik ga het redden. Ik ga dit hoe dan ook redden. Oh, oh. Wacht, ik heb hier een betere auto voor. Echt? Ik ben al bijna trouwens, hè? Oh, echt? Ja. Nee, nee! Oh, ik viel bijna dood. Yo, ik bijna, ben op... Ja. Yo, ik ben op de weg. Yo, ik ook. Bel jij af een auto. Ik moet graag rennen. Ja, pik maar even op dan. Nee, ik heb geen auto, dus zeg ik ook, bel jij een auto. Ik kan niet meer bellen. Met je telefoon moet je bellen. Oh, er staat hier iets in de fik, jongen. Heb je hier een scheet gelaten? Laat je allemaal rook, piet dan, hier komt rook uit de muur. Ja, high five. Plots. Mis. Oh, die krijg je, jongen. Kom hier. Wel. Hier. Knuppel. Ik wil ook even een andere wagen pakken, hoor. Ja, pak maar. Nee, ik heb toch niet... Ik ben bijna dood! Kom hier dan. Ik wil hier slecht. Lekker, een flair op je muil. Nee, we moeten DLC checken, joh. Hier, vangen. Ik heb de auto. Niet doen, niet schieten. Dat is echt ammo. Viezerik. Okay. Ik ben eigenlijk aan het mikken met mijn PlayStation controller. Dat is niet bijzonder. Oh, rak. Nee, nee. Ik kon niet met jou belt, nee, jongen. Nee. Oh. Ik krijg weer nog een auto. Hoe bezitten? Ik heb gisteren mijn hele marathon te lopen. Ja, ik ga nu een auto bellen. Goed zo. Hij zegt stop met schieten. Anders kan ik geen auto bellen. Ja, wel dan. Nou jongens, dan gaan wij even wachten tot de auto hier daadwerkelijk is. Anders wachten jullie ook een half uur op een auto en dat is niet de bedoeling. Ja, hij komt aan. Zo jongens, nee, daar zijn we weer. Eindelijk een auto. Dat is de Dubsta. Weet ik veel niet meer weet. Ja, Dubsta. Rechts, rechts, rechts. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Oké, rustig moeder. Wacht even, waar is Tim? Of Justin? Zeg. Het komt echt door Martijn. Je hebt jou echt heel de middag jou Tim lopen noemen en dan ga ik het zelf maar nadoen. Zeker wie wel. Wie zegt dat? Ik. Is dat nergens op opnames? Hey, waar ga je nou naartoe? Daar is Justin. Ja, wacht hè. Ja, rijd dan naar hem toe. Morale, hij moet toch instappen, of niet dan? Hij is toch zelf met de auto? Oh jee, oh jee. Oh jee. Oh sorry. Stop. CEO, anders kunnen wij niet naar binnen rijden. Dan deur. Ja. Oké. Zo. Ja, bedankt. Even kijken. Ja, rij even naar binnen hier. Even kijken van binnen kan rijden, Wout. Oh, doe even rust. Jij kan ook niet rijden, man. Jij rijdt daar met 120 overheen. Laat mij rijden, want dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet volgens mij. Waarschijnlijk ga je niet met zijn auto naar binnen kunnen, hè? Jawel. Let maar op van wel. Let op. Let maar op. You're not allowed to enter your dinges with this car. Oké, Tim, stap even uit. Ik ben geen Tim. Grapje. Het gaat allemaal doen, jongens. Nou, Justin, stap in. Viezerik, mijn auto. Justin die komt zo. Oh. We kunnen hier ook helemaal niet naar binnen met deze auto. Jullie weten ook auto's uit te zoeken, hè? Jongen. Nee, jij moet gewoon met je eigen auto. Dan. Ja, en bedankt. Oh, au. Justin, wat doe je? Justin, uitstappen. Justin, kom eruit. Justin! Jongens, loop gewoon naar binnen.
Oh. Hoe kun jij mijn facility in? Zonder mijn toestemming. Ja, omdat ik toch in jouw CEO zit. Oh ja, grappig. Nou, dan gaan we even naar binnen, jongens. Ik ben benieuwd. Ziet er wel vet uit met die lampjes. Zo, luxe. No. Hey. Misschien moet ik dit thuis ook gaan inbouwen, dit. Ik ben cool aan het kraken, volgens mij. Ja, in je slaapkamer, weet je wel. Ja, is toch super vet. Enter alone? Nee. Oké, nou, enter ik alone ook goed. Zo. Hey, dit is wel je high-tech, hoor. En hoeveel heb je ervoor betaald? 5,5 miljoen. Ja, mag wel. Mogen kijk dit. Kijk. Oh, hier aan Tom. Ik zit nog in het laadscherm. Doe relaxed. Ik zie wapens, dat is positief. Typisch Irantos. Wat is dus bij de magic is gonna happen? Irantos, we gaan Justin de hele dag Tim noemen. Nee. Tim? Echt een. Irantos, ik weet niet of de politie blij mee is wat hier op de muur staat. Even wachten, hij staat loading. Ik kan nog niks doen. Duurt lang. Ja, dat moet er bij hun zijn, niet bij mij. Ja. Oh. Dat is een probleem met. En Apple, oh, dat is vet hoor. De Orbital Cannon. Dat zien jullie niet, hè? Nee. Dat bedoel ik. Wacht even op mij, wacht even op mij. Dan gaan we daar samen even door die gebouw in. Justin, ja, we wachten ook. Justin, kom maar staan. Even screenshotje. Rukken waarom trainen. Kan ik... Ah, zo. Is dat vier? Kijk hier, Antos, hier. Waar zien jullie? Achter u. Yo! Hey, jongens, laten we eventjes... Oh, dit is vet, hoor. Vet, hè? Even omdraaien. Smoke weird. Ik heb hier net ook screenshots van Marsje. Dit is wel mooi, dit. Zo. Hoe vinden jullie van mijn t-shirt? Daar gaan we niet naar kijken. Ja, dus, ik vind niks. Even kijken, waar gaan we naartoe? Ik denk dat we hier even omheen moeten lopen, jongens. Irantos, wat vind je van mijn t-shirt? Hij gaat ons een heel toertje laten lopen en ja, dan... Ja. Hey, we komen terug bij hetzelfde punt uit. Oh, dat kun je... ik dacht dat daar een deur zat. Nee, we moeten wel naar beneden dan. Nou, hier kan je al je auto's stallen, volgens mij. Nou, echt. Dat weet je zeker. Eerst naar beneden. Ja, hier, daar naar beneden inderdaad. Hey, bankies. We kunnen ons omkleden. Oh, hier staat hij. Ja, hier. Hey, gevonden. Oh. We hebben de ingang gevonden. Wacht jongens, jullie moeten even hier voor het poortje gaan staan. We mogen nog niet doorheen. Ja, jij bent de Sjaak. Ja. Wacht even. Blijf hier staan. Blijf even hier staan. Dan gaan we even één voor één mogen jullie daar erin gaan staan. Wacht even. Piep, 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 piep. Nou, leg even alle dildo's hier op de scanner. Ja, nee, jezus, dat is echt veel te veel. Ik ga even controleren of jullie er... Ja, te veel werk. Nou, vooruit dan. Wacht even, ik ga even bij het scherm kijken. Nou, de eerste... Martijn, stap er maar in. Blijf staan, hij is even aan het scannen. Oh ja, ik zie al wat het probleem is hoor. Oké, komt er maar uit, de volgende. Wacht hoor, Hij moet nog even zuipen hoor, snel even die alcohol. Ja, wacht. Even alle mijn voorraad opmaken. Aan deze kant is het tax-free hè, lul. Oh, wacht. Blijf staan. Och. Terug. Oh ja, ik zie ook al wat het probleem is. Maar vooruit, we laten je toe. Dankjewel. Alsjeblieft. Welkom bij de Stichting Zonnebloem. Nou, hallo. Oh, nog meer wiet. Zo, minigun. Nou jongens, ik blijf even hier. Minigun waar? Hey. Ik ga de andere kant op hoor. reception services. Oh, minigun. Pegasus Concierge. Wat is dit, Concierge? Oh, dan kun je dingen bestellen. Oké, top. Concierge, weet je, op school. Hey, wacht eens. Ik ben Martijn kwijt. Waar is Martijn? Nou, ik wil even minigun pakken. Oh. Weet je, laat mijn wapens liggen, joh. Vies Rick. Hé, hey, ik heb een deur gevonden. Heb je een deur gevonden? Hé, hey, hier, ik kan wapens oppakken. Wat? Ik heb al je wapens opgepakt. Morrelu! Zie jullie hier dingen liggen? Ja, nou niet meer. Want als gastje kijkt in deze camera's, kun je heel veel dingen kijken. Echt? Vet. Ja, ik ook buiten kijken, volgens mij. Oh ja. Nou, zo. Ik vind het niet zo spannend, eigenlijk. Nou. Nee. Ik wil die orbital ding vinden, maar ik weet niet waar die zit. Jongens, jullie lopen wel heel snel, hè? Nogal leuk, dat moet ook. Kunnen we hier naar binnen? Nee. Heel vaak nee. Er zijn neppe deuren. Fake deur. Fake. Dan heb je 5,5 miljoen betaald, dan kun je daar niet naar binnen. Oh, Jurantos! Dit is hem! Dat is hem! Jongens. Wow, ik wil ook zo'n gamekamer. Nogal leuk, wat kunnen we hier doen? Nee, helemaal niks. Oké, het zag er vetter uit dan dat het daadwerkelijk is. Ja, nou, het was... Daar zit een brand. Echt helemaal niks, maar ik zie hier een satelliet staan of zo.
Jongens, ja, dat dacht ik dus ook. Ik denk hier kun je bommen. Oh, wacht. Hij doet het. Wacht. Oh. Je staat er echt heel erg sexy bij. Ja, hè? Niemand kon knijpen. Surveillance. Observe San Andreas using the optics of the orbital cannon. No firing capabilities. Oh, we kunnen ook manueel targeten. Dan doen we dat. Ik weet niet wat het is. Martijn, ga eens buiten staan. Nee. Charging. De schermen worden rood. Ja, we gaan schieten. Want het kanon is actief. Oh, er zoomt iets in. Ja, dat is bij mij ook. Martijn. Ja? Ga eens naar buiten. Nee. Ja, kom aan, doe het. Ja, doe het, ga eens naar buiten. Yo, moet je me straks even opnieuw invite? Nee. Ik zie iemand. Oh, je ziet gewoon een groen vierkantje om die heen. Nou jongens, welkom terug. Zoals je ziet staat Martijn buiten. Hij staat nou gelokt. Blijf staan, stilstaan. Stilstaan. Nee, niks gelokt. Ga stilstaan. Ja, het moet wel een beetje moeilijk zijn. Ja. Nee, stilstaan. Oké. Ik wil zien, ik weet niet hoe lang het duurt voordat hij raak ziet. Sta dan stil. Ja, ik sta stil. Ik sta nu stil. Oh, 3, 2, 1. Zo! Dit is vet! Dit is vet, ouwe. Holy shit! Een vuurbal, jongen. Kijk hem aan, zo'n grote vuurbal, kut. Maar yo. Bokke, ik span helemaal in het ziekenhuis. Daardoor werd ik de vorige keer gekild. Oh, wacht. Ik zie, hij blijft ook op mijn radar staan. Zie je zo'n groen dingetje helemaal. Zo, dat is ver. Rantos? Ja? Kan je me eens hier je invite sturen? Kan ik weer daarheen? Hoef je niet heen te rijden. Oh ja, invite hem voor die dinges. Ja, dat is goed, ja, hè? En dan daarna voor de dinges. Dan hoef ik niet heen te rijden. Ja, dat is goed, hè? Zo, dit ziet er echt vet uit. Ik moest de CEO uit, anders kon ik niet neerhaaien. Hey, maar iedere keer kost zo'n schot kost 500.000 euro. Hoeveel? 500.000. Nee joh. Jazeker. Dat is een dure kill ben jij. Maar jongens, we gaan nu even kijken wat de nieuwe voertuigen ons gebracht hebben. Ja, dat kan. Mocht ik een invite? Even kijken. Ook CEO. Ja. Maar goed, we gaan even kijken naar de nieuwe wagens. Zo. Nou. Kijk, hier, wacht. Volgens mij is dat hier de grote opslag. Oh. Wat? Ja, ik vind het een mooi verhaal, alleen de deur is nog steeds dicht. Ja. In ieder geval, we gaan even een kijkje nemen naar de nieuwe voertuigen. Wacht, hier is er werkende deur. Maar er is nog een kamer, toch? Nee. Nice. Iedere keer als ik zeg dat we naar nieuwe wagens gaan, kom jij weer aan met een idee, hoor. Oh, wat gebeurt er nou? Planning room locked, de dooms... Wow! Hoe is? Hey, iemand zit daar met een zak op zijn kop. Wat is dit dan? The one room in the country where we can Lister. Can I take this mask off now? Do you know Avon Hertz? Gaan we nu een missie doen? Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird. I'm just a normal genius. I do very normal things like kite surf with presidents and date B-list actresses. I bleed real tears. This is real hair. I program and I have actual emotions. Ik kan zitten dan. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why isn't this? Ziet die monkey daar zitten, joh? Het is ook heel interessant zo te zien, hè? Ja. Die laptop is wel vet, hoor. I was worth $1.5 billion. Wel jammer van die stickers. Ja. I'm trying to save the world for fuck's sake, man. If it'll let me. Ivan was helping the IAA. The government. I was trying to be the government. My work with artificial intelligence. Yeah. Thinking only better. That's my slogan, by the way. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into. When whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried that someone is trying to start a war. I'm not worried about it. Het is wel jammer dat het altijd zo lang duurt, hè, die... Ja. We kunnen het ook niet doorspoelen of zo, hè. Ja, nee, ik was al de hele tijd aan het klikken. Clifford, that's his supercomputer. It's a neural network of... Ze hebben ook echt twee verschillende tafeltjes. Clifford is a problem-solving facility. Say hello, Clifford. Zo. Oh. Me, Avon. I'm blushing. Give Clifford data and no more problem.
Clifford was on to something, but now the data is gone. Gone? It has to be the Russians. Or the North Koreans. Or the Iranians. Of de Turken. Or the Chinese using a proxy. Ja, right? The fact is, if we cannot figure out who is data gathering drones. Oh, krijg ook drones en zo? Dat zou wel vet zijn, hè? Ja. Of course we can help. There are three data thefts I need you to unbreach, re-breach, broach. I'm a natural communicator. I'm a... Hey, you're getting off topic. No, this is the topic. How I've been treated. En zijn er eindelijk uit of niet? How I've been mistreated. Doe het dan. Kill the clever genius so that ik ga de kamer niet in, anders krijg ik ook de sheen. Yeah, I'll pay whatever it takes. We'll need serious cash, six figures minimum. No problem. My share price is through the roof. Kijk hem wreven in zijn handjes. No. Look, three problems. Three easy enough solutions. Ja. Yeah. Talking like you're giving a keynote speech, please. Do I do that? Yes. Is dit het einde? 250 trillion data points in enemy hands. Ze blijven ook doorlullen, hè? Kijk, hoe zit het? Ja, zo zit ik er nou ook bij, hoor. Ik zit erbij van, what the fuck? Ah, the morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old fashioned. Analog. I love it. Retro. Problem 2. Die man heeft echt die rare gezicht. Beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow. Gaat u niet vertellen dat wij nou een missie aan het opstarten zijn, hè? Denk wel. The big new server farm. Als het is er is, dan ga ik dit stuk gewoon uitknippen. No one believe me and I have no idea how to prove it, but if someone could get inside, just give me a minute. I know these helicopters. Ja, Antos, je bent toch gewoon alleen naar binnen gelopen? Ja. Kijk die actie. Ja, klopt. Je bent geen missie aan het starten. Hij is iets aan het uitleggen van de heist. Ja, duurt lang. Nou, ja, duurt wel inderdaad heel erg lang. Dat geloof mij dat duurt best lang. Oh, het is gedaan. Eindelijk. Oh, ik moet wachten op jullie. I like your hair. Ik ben benieuwd als je deur open gaat of we hem zien staan. Stel je voor. Ja. Oh, nee, we zien het niet. Oh, kijk die achtergrond. Kijk die helikopter hier staan. Oh, die is wel ziek, hoor. Wil hebben. Ik kan ook een vette foto maken. Setup kost 65.000. Rip. Ja, dat heb ik al. Maar dat gaan we nou niet doen. Oké, we gaan eventjes... let me take a selfie. Zo. Oh, fuck, ik sta verkeerd. Hallo, zie jullie hier staan. Ik maak gewoon een foto van je rand als moeite. Tak erop. Dat hoeft niet. Wacht, moet je die dingen wegdoen, die streepjes? Oh zo. Ja, maakt niet uit, dat staat toch niet op de foto. Hoezo staat er niet op? Hoe kan het zien? Er staat erop. Hey, ik heb 10.000. Jullie staan naar links te kijken, kijk naar mij toe. Dat doe ik ook. Ja, nou wel. Nee, nou sta je er met je rug heen. Wie is die linker? Martijn. Wat is er mis mee? Niks, laat me. Het is goed zo. Hup, let me take a selfie. Op, saving photo to gallery, hoppa. Na 5 minuten eindelijk. Maar in ieder geval jongens, wij gaan checken naar de nieuwe auto's die deze DLC te bieden heeft. Dus we gaan eventjes kijken of we weer terug kunnen komen naar de garage. Weet je besteld al? Nee, dat kan ik nou wel even doen trouwens, hè. Dat is best eerst staan. Ja, we gaan eerst even de auto's bestellen jongens. Dan gaan we naar Travel and Transport en dan naar Warstock. En dan staan ze tussen die Avenger, what the fuck. We gaan Heb je die tank gezien? Die soort van ding? Ja, die en die jetpack ofzo? Ja, ook. Die gaan we daar allemaal even testen. We beginnen met we kopen deze eventjes zo. We zien wel wat het eerst bezorgd is. De RCV kopen we erbij. Ja, die is vet. Hé Martijn, kom eens, heb je de slaapkamer al gezien? De slaapkamer? Wacht, dat klinkt heel verkeerd. Maar wacht even, dames, die komt eraan. ik wil mee. Wacht even op mij. Nee, wacht even op mij. Wacht even op mij. Ja, ik kan erin liggen. Ik stel ook een stel smeerlappen ook, hè. Meteen vooruit gaan lopen. Nou, jetpack erbij. Ja, hoor. Ja. Hey. Deze erbij. Ik heb een beetje last van mijn rug. Ik zie het. Ik had me niet bevoorstellen. Oh wacht, hier hebben we de Avenger. Die gaan we ook gelijk even kopen. Die gaan we ook in het blauw.
Hoe verander je van positie? Dat gaan we erop zetten. Ik doe niks. Hallo. Vehicle Workshop zit erin. En de Weapon Workshop zit erin. Die gaan we hem kopen voor $4,787,500. Alsof het allemaal voor niks is. En die twee lopen elkaar volgens mij af te beren op de slaapkamer. Want... ze lachen wel heel erg, hè? Zo. Jo. Waar zijn jullie? Martijn, nee. Blijf nou eens liggen. Ja. Oké, what the fuck is dit? We zijn bed aan het testen. Hij ligt wel lekker hoor. Jongens, welkom bij de allereerste aflevering van Bont en Blauw Anaal deel 3. Nee, wacht, dat klopt niet. Als het de eerste aflevering is, kan het nooit deel 3 zijn. What the fuck? Nou kom uit dat bed. Stel eens je lamme donders. Oké. Okay. We gaan die wagens checken, jongens. Want die staan niet als het goed is. Ga mijn bed niet uit. Oh, nee, ga uit mijn bed uit. Ja, smoesjes. Je gaat er gewoon uit. Laat er even geen zin in, hoor. Laatst in de garage is een... Mag je zelf invullen. Want als het goed is... Kijk dit ding! Ik zie hier helemaal niks aan. Oh, hier. Wat de fok? Ik rij. Nee, ik. Ik rij. Oh, ze staan erin. Als goed is de vehicles. Huh? Ik zie er maar één staan. Hierboven. Hierboven, jongen. Oh, daar zie ik zo'n... Oh, alles spant in. Welke gaan we als eerst checken, jongens? Die tank. De tank, dan gaan we voor de tank. Welke tank? Dan kunnen we oh, doen. Ja, ik zie hem staan. Lijkt me echt vet. Waarom kan ik niks doen? Hallo? Hallo. Oh, eindelijk. Kun je er met drieën? Ja. Ik klik op A, maar ja, je kan met z'n vieren. Ja, hij gaat. Gaat hij? Bij de gun turret kun je ook nog zitten, volgens mij. Oh! Goed, dan we gaan er beginnen om hem te pimpen, jongens. Hoe is dit? Armor op een tank. Kan er al nog armor bij, zou je denken. Maar goed, we gaan het gewoon doen. He, brakes, ja, want waarschijnlijk gaat hij heel erg hard. Dus dan moeten we race brakes hebben, natuurlijk. Volledige upgrade. Proximity mines erop. Horen. Kan ook al. Ja, doe echt een grappig hoor. Dan pakken we die. En dan gaan we naar lights. Headlights. Xenon. Oh. We kunnen zelfs Xenon. Oh, livery, jongens. Dit wordt hem. Livery. Nee, oh, dik. Nee. En de zijkant verandert ook meteen. Ja? Ja, je ziet de rapsbanden niet meer. Deze mooi. Oh, ik vind deze vind ik wel vet hoor. Maar we gaan even kijken wat de rest is. Wat is ook wel dik. Oh, die andere die moet je unlocken door research in de bunker. Oké. Maar dan ga ik voor, ik denk dat ik voor deze ga. Ik vind deze toch wel echt vet. Ja. Deze. Respray. Oh, je kunt hem ook nog een kleur geven, joh. Ja. Serieus? Dan verandert dat wit. Ah, nee. Zo, dit is mooi. Ja, oké. Waar kunnen we de crew color doen? Oh, die is vet, hoor! En kun je die zijkanten nog veranderen? Jazeker. Kijk, je kunt chrome doen. Laten we dat niet doen. Laten we gewoon helemaal crew color doen. Zo. Dit is lijpe shit, hoor. Val je wel lekker op. Inderdaad, dat denk ik ook wel. En dan de crew emblem erop. Hey. Waar komt het te staan? Op het deurtje. Bij het instap van de driver. Primary weapon. Standaard tankkanon? Of de railgun? Wat? Zo! Sowieso die railgun. Hoe is het? Secondary weapon? Remote grenade launchers erbij? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Doe maar duur. Nee, er gaat ook turbo op. Nou, we gaan met de turbo op doen. Dan gaan we nog harder. Ik vind hem wel geweldig. Jongens, dit is hem. Laten we een testrondje gaan doen, jongens. Exit the vehicle workshop. Exit the facility. Nou, exit the facility. We gaan een stukje rijden, jongens. Gaan we vliegen? Morale! Kijk hoe snel zijn we dat ding. Hey, ik kan fire grenade launcher. Wacht. Het schiet wel lekker, hoor. Wie heeft die grote ding? Okay. Wacht, er staat mijn auto. Laat me niet opmaken. Oh, nee. Yo. Ja, dus wacht. Wat? Ben je eruit? Ben... Ja. Oh. Verkeerd knopje. Gebruik eens die railgun? Wacht jongens, weet je wat we gaan doen? We gaan even in filmmodus kijken hoe deze tank er precies uitziet zo, in details. Let's ik kan go. Dat ding nu besturen. Ik kan grenades. Woo. Zo! Holy moly! Boom! Dit gaat echt niet goed. Hoppa, een granaatje meer of minder. Zou deze kunnen drijven, jongens?
Volgens mij wel. Nou, laat je testen. Moet toch wel. Nou, ze kan echt mooie films maken zo. Ja. En wacht, misschien iets dichter bij... Oh ja, nee, er staat er een brug. Stel je voor we zinken. Kijk naar die bommen. Op de boot, op de boot. Welke boot? Oh, op daar. De boot, op de boot. Op de boot. Zo, die railgun. Oh, we hebben politie. We hebben je vriend opgebeld, jongen. Maar niet uit. We hebben alles onder controle. Oh. Oh. Oh, 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 oh. 360 no-scope, jongen. Alles onder controle. Oh, oh, oh. Oh, oh, wacht even. Het is allemaal bij plan, dit. Ja, tuurlijk. Gaan we nu proberen in het zwart. Hebben we allemaal uitgetekend? Oké, jongens. We gaan eventjes... ik denk dat dit wel een mooi plekje is om te testen of dat de tank waterproof is. Zijn we er klaar voor? In 3, 2, 1, let's go! Wacht, ik heb mijn zwemvestje niet aan. Nee, niks aan de hand. Niks aan de hand. Kan de onder water? Ja, nou, hij kan onder water, kan die? Maar, daar is ook alles mee gezet. Oké, okay, we moeten uitstappen. Ja, nou, dat was dus een dikke faal. Dan ga ik even de tank naar buiten en dan gaan we kijken of die de lucht in gaat. Vrijwilligers om te vliegen. Bijvoorbeeld liever niet nee. Martijn, want die kan niet vliegen. Ja, ik ga wel vliegen, het is mijn cargo. Ik kan best wel vliegen. Ja, alleen in de singleplayer. Even kijken. Enter alone. Gaan we eventjes de tank naar buiten rijden. Waarom geeft hij mij een buzzard? Eigenlijk wel benieuwd of het mogelijk is. Dat is mijn buzzard. Oh, nu... Wacht, ik pak hem even, oké? Of ja, kom maar mee. Ja, leen hem maar even, nee, hè. Stop hem maar mee in. Zet maar waypoint waar je moet komen. Staat. Hey, je kunt niet met die jetpack spelen, of wel? Heb je hem gekocht? Ja, ik zie hem hier staan, maar ik kan hem niet aandoen of zo. Ja. Hij staat daar gewoon als display of zo, lijkt het wel. Als display? Ja, dat is. Hij staat er zo naast die tanks. Daar ergens. Oké, okay, ik ga nou de tank in. Ja, ik moet nog naar mijn cargo op gaan, dus. Ik ben hem aan het brengen nu. En dan gaan we kijken, jongens. Waar staat dat ding? Oh, hier. Op het dak. Wat? Welke kant? Rechts, zegt hij. Oh, nee. Echt waar, ik ga hem opnieuw mogen bellen. We are terribly sorry. Zal ik hier bij de dingen blijven? Ja, best. Ik kan me zo aan. Cargo op. Ja, dezelfde plek. Keert u maar terug. Heb ik expres, als ik op dezelfde plek ging vliegen, dat ging niet, dan kan ik sowieso niet. Hey, dit is mijn auto kapot gemaakt. Moet je dan nog vragen? Ja. Ik krijg een melding binnen. Ik heb er heel per ongeluk op geschoten met de railgun. Ja, heel per ongeluk. Ja. Ik zal je boven de berg gaan, dan kun je me zo oppikken. Wij zijn ook niet te snel, hè? Oh, dit ding is traag. Rip. Oh, mijn heli valt uit. Ik help je wel. Gotcha, bitch! Dankjewel, Jantos. Weg, heli. Echt plof van heli voorop. Mag ik erbij? Als je snel bent, want de hele kakelpop komt eraan. Ja, wacht dan bij. Ik zie hem daar lopen. Nou ben ik benieuwd, jongens. We gaan nu kijken of dat deze tank de lucht in gaat. Ik ben benieuwd. Het zou wel vet zijn als dat gaat, jongen. Hij heeft hem nog niet. Nee. Maar alleen Justin, come on. Dit ding haakt niet in. Ja, of ik dus hier, dat kan ook. Ja, haakt hem er niet aan. Oké, dikke fail. Ja, ik denk niet dat hij hem pakt dan, hoor. Nee. Oké, jongens, de cargo bob die kan hem helaas niet trekken. Hou hem in heel... Hou hem heel. Gaan we even kijken. We gaan het volgende voertuig gaan we testen. Ik zeg, dit is een leuke... Ja, dit is een leuke aanwinst... voor in deze schuilplaats hier. Oh. Dan gaan we meteen... Zo.
Meteen door naar de volgende. Gaat goed. Oké, dan rijdt hem erop. E2. Hoppa. Oh, hij rijdt hem er niet in. Ja. H-I-T-P-T-R-in. Ja, inderdaad. Het duurt wel lang tegen dat je hier in dat ding zit, hoor. Ja, dat inderdaad. Je kunt ondertussen even gaan douchen, hè, mocht je stinken. Hè? Martijn. Goed, we gaan naar het volgende voertuig, jongens. Ik denk, ik zeg, laten we die, zullen we die raketten voor het laatst bewaren? Dan gaan we eerst naar de andere voertuig daar doen. De raketten zie je in de volgende aflevering. Die zien er. Hey, ik zie die jetpack staan. Ja, maar daar kun je niks mee doen. Daar kun je bijstaan, maar dat doet hij verder niks. Ik kan er, kan. Deze JVC, daar kun je in. Ja, ik zeg doen. Er zit wel een dikke bumper voorop, jongen. Heb je die gezien? Zo. Ja, die zie ik. Dat is wel nice. Om het wegdek een beetje weg te schrapen. RCV Emergency. Nou, je natuurlijk gaan we eerst even pimpen, jongens. We gaan de armen erop gooien. De brakes die gaan erop natuurlijk. En niemand stapt uit, zie ik. Oh, je staat gewoon vol in beeld. Okay. Hallo, jongens. Even kijken, horen. Ik heb nu al 2 keer 10.000 euro gekregen door jou. Wordt wel dik betaald, hoor. Mooi. Wat gaan we doen eigenlijk? Hey, we gaan de lampen erin gooien. Irantos is modding a vehicle. Livery. Oh, dit is het livery. Ik zie alleen de livery niet zo goed vanaf deze hoek. Goed. En wat is er precies speciaal aan dit ding? Ik heb geen flauw idee. Kan dit ding water spuiten of zo? Ik heb echt geen flauw idee, echt niet. Denk het wel. Het lijkt me wel leuk. Nou, plate, oh, dat kan ook een nummerbord. Nou, laat hem lekker zwart doen. Resprayen. We gaan even kijken. Hoe zou die in even kijken? Deze, ik vind eigenlijk dat we hem gewoon in de kroekleur moeten doen. Ja. Oké, nee, misschien ook niet. De onderkant is zwart, dat vind ik niet zo mooi. Misschien de onderkant. Misschien als we de onderkant crew doen. Nee. En doe eens die bovenkant crew, allebei crew. Misschien dat dat beter eruit ziet. Oké, dus deze crew, en dan primary ook crew. Dit is wel precies een ijs. Een ijskraam of zo. Gas. Zij zien, als wij hierin gaan, ze zien ons al van ver af aankomen. Ijsjes! Ja. Ijsjes! Wat? Nee. Peter, ik denk mat zwart. Mat zwart doen we. Deze zo. En als secundary gaan we ook gewoon mat zwart doen. Ja, zo mooi. Ja, is dit iets? Joh. Of moeten we misschien mat wit? Kan ook. Dit. Is dit mat wit? Nou, ice white. Dat is ijswit. Ice wit, ja. Ice white. Heb je geen wit zoals dat wit van dat ding? Nee. Het is alleen ice white. Verder is er niks. Ice white. Nou, ice white. Het is white. White is wit. Crew emblem erop. Op de deur. Hartstikke mooi, man. Zo. Waterkanons. Oké. Ja, zie je? Ik dacht dat... Oei, 2 waterkanonnen. Hoppa. Transmission. Nou, we volgen als race transmission. Oh, chips. Nee. Even kijken. Turbo. Wheels. Heb je hier politielichten op? Ja. Tiresmoke. Jazeker, de crew color. Smoke. Doe maar deur. Tire enhancement, bulletproof, is hij al volgens mij. Ja. Windows, want die gaan limo black, zoals we ons niet zien. Ik zie nog. En dan hebben we alles erop zitten, jongens. Ik zeg, laten we naar buiten rijden en kijken wat we ermee kunnen doen. Ik ben benieuwd. Exit the facility. Nou, ik ben benieuwd wat die kan dan, jongens. Oh, ik kan nu ook spuiten. Oh, nee, wacht, dat zijn kogels die ik zie. Nou doen die lichten het niet bij mij. Wie spuiten nu? Waarom kan ik geen... Huh? It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Zo! Oh, yo! Zo, we maken hier even een dikke salto. Oké, ik kruip wel gewoon terug in. En je kan ook schieten tegelijkertijd, of wat? Oh. Mooi. Mooi man, zo. Nee, we gaan hij kan koprolletjes maken, ik vind hem geweldig. En dan zeg je dan dus dat hij goed kan rijden. Ik vind het helemaal mooi. Hij stuurt wel heel raar hoor, moet ik zeggen. Hij stuurt echt heel erg, Ik ga niet goed hoor. Neem eens een bocht hier. Heeft iemand hier een auto staan of zo die we even omver kunnen kegelen? Niet mijn cargo. Mijn auto stond er. Nee, we gaan kijken of die opgetild kan worden door de cargo bob. Ik ben benieuwd. Ja, ik stap wel gewoon uit, want tegen dat jij hier uit bent. Ja, nou, ik kom er wel uit. Ik zet hem eventjes. Ik zal hem op het platform zetten als dat kan.
Alleen die voorkant, daar kom je wel snel vast mee te zitten hoor. Volgens mij gaat hij hier ook niet aan kunnen haken. Hè. Even stoppen met water spuiten. Jo. Stop. Ja! Ja! Ja, gas op. Hier, even wassen, even kou wassen. Oh! What the fuck? Oh. Maar oh nee, jij wilt ons het water in hebben of niet? Nee, jullie spuiten, ik niet. Nee, Martijn is aan het spuiten. Martijn, stop eens met spuiten. Oh, oh, oh. Red ons, red ons. Oh, rustig, rustig. Tim, rustig. Rustig, Tim. Rustig, Tim. Justin. Just, ja, ik was nog niet klaar, Justin. Ja, 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 ja. Niet naar voren, niet naar voren, niet naar voren, niet naar voren. Gewoon rug, rug, zo rustig. 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 Gaat goed. Lucht los. Ik ga niet de lucht in. Dat komt waarschijnlijk door Martijn. Die is zo ja, Martijn staat eruit. Martijn spreekt eruit. Ja. Ja, zie je, nu ga ik direct de lucht in. Kijk. Ja. Allee, zeg. Allee, zeg. Het gaat heel snel, hè. Hey. Hey, dan gaat hij best wel omhoog. Nou, weet je wat we doen? Ja. Laat mij maar los. Ik ga kijken of hij kan varen. We gaan... Nou, we kunnen wel hieruit concluderen. Hij kan de lucht in door met een cargobob opgetild worden. Maar, nou is de vraag. Blijft hij drijven? Nou, dan gaan we... Volgens mij niet. Ik denk het ook niet, maar volgens mij zinkt hij als een baksteen. Ja, dat kan dadelijk, onder water. Oké. Ja, nee. Nou, dit is Finding Nemo. Ja, hij gaat echt helemaal naar de bodem. Ja. Ik hou ook alvast naar binnen. Dat doen we maar vast. We gaan de volgende voertuig gaan we checken, jongens. Nou, welke zullen we als eerst testen? Deze. Die? Dikke ouderwetse koelkarretje. Ja, ik ga al te voet naar buiten. Yo. Nee, wacht, ik ga kijken naar de upgrades. Ja, dat maar. Jans is weer vergeten om te pimpen. Oh. Echt niet? Of wel? Moet toch pimpen die auto? Ja. Wat ben ik nou te gaan doen? Oh, ik sta nou in die heli. Nee. Te pimpen, jazekers. Hé, hey, wacht, ik kan daar ook naar binnen. Perfect, dan kunnen we die auto's in de hele, in die vliegtuig doen. Kunnen we vliegen? Nou, ik wil eerst zien dat kan. Je zit me nou alweer lekker te maken, maar daar zal zien dat het niet gaat of zo. We gaan een beetje. Zo! Dikke uitlaten. Ja, ik zit erin. Frontbumper. Hé, hey, ik zie jullie hier. Ah, ik zie jou ook. Je staat er gelukkig ook totaal niet voor of zo. Nee. Dikke grill erop. In dat geval. Ik zie alleen helemaal. Ga eens weg, ik moet mijn grill zien. Zo top. Oh, zo, oké, ik ga uitstappen, nu moet je bang worden. Goed. Gaat het niet aan de kant. Zo. Gadverdamme, ze die schrik. Zo. Lights. Ja, jongens, ik wil de gezelligheid weer dit hoor. Jongen. Ik vind dat zo leuk, hè. De neon collar, dat is de crew collar natuurlijk. Deze, dit wordt gewoon de crew auto. Even kijken. Kijk, hij maakt wel handbewegingen, alleen het niks in zijn hand. Dus dat is zal dan niet veel voorstellen natuurlijk. Respray. Primary color. De crew color. Zo. Ja. Is wel vet. Het is wel flitsend. Secondary color. Mat zwart. Dankjewel, Jurantos. Ik krijg 10.000 van je. Graag gedaan. En dan even kijken. Crew emblem erop. Ja. Zo. Wat is trouwens trimcolor? Oh wacht, hier binnenin. Dat is die tweede kleur, of de binnenkant waarschijnlijk. Ja. Vet. Zit er ook de crewcolor bij of niet? Ik ga alvast naar buiten. Dat zou wel leuk zijn. Zeg. Ja, wel. Er zit geen crewcolor op, jongens. Maar wel ongeveer de kleur van de crew, denk ik. Waarom kun ik hier geen crewcolor op doen? Wat is dit? We hadden gewoon iets blauwachtigs. Of wit. Ja, ja ik denk dat ik pak wit. Wit. Pak wit wel. Ja. Ah, dit is juist prima. Ja. Het begint al donker te worden buiten. Skirts erop. Ik vind het beautiful. Beautiful. Skirts. Ik zie alleen helemaal totaal geen veranderingen. Ja, onderaan je auto skirts. Ja, dat weet ik, maar... Oh ja, je ziet het ook bijna niet. Het is ook zo beperkt, de ruimte. Ik kan er niet naartoe kijken. Maar goed, maakt verder niet uit. Spoilertje! Hey!
Nu wordt het leuk. Oh, die is vet, jongen. Hoppa, die gaat erop. Transmissie, ja, race, jongen. Hey, turbo. Turbo, weapons. Turbo. Oh, kijk dan. Mounted MG's en missiles. Ik zeg doe. Uh-oh. Wheels, ik vind de wheels zoals ze nu zijn, vind ik prima. Daar ga ik verder niks aan doen. Is dat die auto die onder water kan en kan vliegen? Ik heb geen flauw idee. Cool color. Alleen de ramen nog en dan gaan we naar buiten. Zo, dat was hem volgens mij. Jazeker. Exit the adventure. Kan je niet vliegen, Pim, of zo? Nee, ik vind de standaard vind ik goed. Hoort er een beetje bij, hè. Soms moet je standaard laten, vind ik. Oh. Nou, dan gaan we naar buiten rijden. Kijk dan, joh. Wat een vet bakkie is dit dan, joh. Komt ie aan. Zo. Ja! Hey, ga eens onder water ermee. Hij gaat niet onder water, ja, dit is die andere. Ja, goed testen. Hij gaat niet. Kijk, hij blijft er wel overheen zweven. Dat is wel echt? Relaxed. Ja. Hij kan, je krijgt hem ook niet onder water, hè? Hij is hier als proef. Ja. Oeh. Is jou gemaakt voor die figuren of zo zijn. Hij is vet hoor. Zo. En als ik nou even kijk, als ik hem nou weer uitzet. Even kijken, hoe doet hij nou? Ik weet niet hoe ik dat deed. Oh zo. Hey. En nu ga je de facility in. Wat nou als ik... Nee, ik ga niet de facility in. Wat nou als ik omhoog ga? Zo. Kijk, en als we dan... Als ik nou uitstap, wat doet hij dan? Ja, naar beneden. Hey! Wat? Hey! Waar gaat hij heen? Jongens! Mijn auto! Haal hem terug. Hij landt gewoon. Oh, nice. Nee, Justin. Wilt iemand deze ook even checken of niet? Nee hoor. Wat gebeurt als je aan volle snelheid uitstapt? Probeer mij eens op te pakken als ik hoever. Oh, nice. En hoever eens? Ja, dat gaat niet. Of wel? Jawel. Kan ik jou beïnvloeden nu? Nee. Hij is niet sterk genoeg om die cargo op te kunnen trekken. Dat is dan weer jammer dit, hè? Drop maar eens. Wacht, ik ga iets hoger gaan. Ja, dat is goed. Doe maar eerst eventjes hoover mode uit. Moet ik tot het allerhoogste gaan? Nee. Ready to take off. Yo, missie! Wee! Woe! We fly so high. Ik ga het fout. Zo. Nee, je krijgt hem met geen mogelijkheid onder water. Dat is echt vet. Nou ja, ik krijg hem echt onder water. En ga eens uit hoover mode en dan in het water? Ja, nee, dan doe maar niet. Elke auto hebben waterproef getest. Doet deze ook? Zo. Nou, dat was leuk. Lachen. Hé, deze rijdt er wel op. Huh? Oké. Gek. Ja. Ik zeg missie geslaagd jongens, weer een topwagentje. Maar, zou je hem kopen, is de vraag. Dit is op dit moment wel mijn favoriet, denk ik. Hè? Volgens mij is dit wel de favoriet op dit moment. Ja. Het lijkt me best wel vet. Maar je bent wel een makkelijk, in een online sessie zou ik hem niet pakken, man. Dan ben je gewoon de sjaak, hoor. Hoezo niet? Hoezo? Het is juist lekker, je kan alle kanten. Ja, ik ga gewoon het water over en voelen. Maar je vliegt niet snel, dat is het probleem met dat ding. Je vliegt niet snel. Als iemand een rocket launcher of zoiets hebt, dan ben je gewoon de sjaak hoor. Nou, gaan we de volgende even pimpen. Ook weer. We gaan hem ook gewoon weer in de kroeg doen. Breaks erop. We gaan er even blaffen er even doorheen. EMS upgrade. De horen. Ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk. Toet toet. Zo, die. Ja, top. Lights. Gaan toet toet zeggen. Xeon, neon, Leon light. Layout. Crew color. Hop. Oeh, sweet. Ja, heel sweet. Hey, blauw doen we maar een keer voor de gein. Respray, primary color, crew color. Ja. En dan secondary color, gewoon mat zwart. Hey, weer al 10.000 gekregen. Die jongen wilt weer aandacht, hè? Ja, het is waar met die jongen, hè? In ieder geval, turbo erop. We gaan nee, ik negeer het gewoon. Ik negeer het, alles wat je aandacht geeft, groeit. Nou, limo. Oh, nee, ik wil nog verder pimpen. Ja, zo. Wheels. Wheel color. Kan dat ook? Nee, oké. Okay. Tire enhancement. Bulletproof. Tire smoke crew.
Ik zeg niks meer aan doen, we zijn klaar. Nu al? Ja. Wacht, ik moet nog naar een comic book gaan. Exit the Adventure. Oh, hij schiet. Hij schiet inderdaad. Hij heeft ook missiles, denk ik. Heeft hij vleugels? Nee, hij heeft geen vleugels. Dat is weer jammer. Oh, kijk die voorkant is. Met die raketten. Hé, dat is vet. Vet. Even wachten, als ik dan kun ik daar omwisselen. Even kijken, wat deed ik daar nou zo, hè? Kijk, als ik switch, dan gaat dat dicht. Zie je dat? Ha. Die raketten komen eruit. Fucking nice, ouwe. Nou, we gaan erin. 1, 2, 6. Leef je nog? Oh. Maar klopt het niet helemaal? Moet zo zoiets... Ja! Oh, ziek! Ja! Ja, ja, ja. Zo! Dit is vet, ouwe. Screenshot. Kijk, dit is ziek. Dit is heel vet. Ook die propellers, jongen. Oké, zo. Vet, hé. Komt hij aan? Hoe moeten we nou weer... Ik heb zo'n antenne erop. Oh, erop rijden. Dit is vet. Laat Justin eens even instappen. Ja, dat vliegen doet hij wel. Dan maakt hij niet zo druk om. Oh. Ja, dat... oh. Zet maar even neer, anders gaat het niet goed, denk ik. Ja, neer? Ja, zet maar neer. Kom maar. Oh, sorry. Dus. Nou. Jongen. Ik kom eraan. Dat is echt vet te doen. Dat is echt vet. Wat zou er gebeuren? Zou de deur af zijn? I don't know. Ja, zullen ze even testen? Wacht, eerst onder water gaan. Zo. Dit is wel gaaf. Oh, kut. Jongens, zal ik ook testen of met de carbobob water kan? Wacht, kan ik er ook in? Oh, onder water erin? Weet ik niet. Ja, perfect. Ja? Ja. Oh, nice. Oh, jongens, de... Hey, pik ons eens op en drop ons dan in het water. Ga eens in first person. Iets zegt mij dat er water binnenloopt. Oh nee. Martijn vliegt 5 seconden met mijn cargobob en hij is dood. Oh, dat meen je niet. Nou, applaus! Applaus! Knap hoor. Ik dacht ik pik jullie op, dus ik vlieg ja. Heel laag. Vaar hem omver. Vaar hem omver dan, stift. Catch it, bitch! Oh, zo. Nou, alsjeblieft. Hey, wacht, probeer eens de deur af te rijden. En dan? En dan eens proberen onder water te gaan. Ja, dat is altijd wel. Het is even domme hier. Nee, je gaat de faciliteren. Dat maakt niet uit, want ik ga de volgende wagen gaan testen, jongens. Zo. Die is echt vet, joh, hè. Dit is Duitse kwaliteit, volgens mij, aan de kleuren te zien, hè. Duitse kwaliteit. Ja, zo'n ik heb een computertje. Keel. Oh jee. Volgens mij kan ik hier alles besturen doen. We gaan hem eerst gewoon, zoals gewoonlijk, gaan we weer pimpen, jongens. We gaan de remmen erop gooien. Volgens mij kan je hier maar met 2 in, of niet? Engine. Waarom kan ik niet mee? Martijn, probeer eens achter hier randels te zitten. Ik weet wel niet of dat gaat werken. Waarom kan ik niet mee? De livery. Oh, nou komt het. Zo! Oh, die is vet. Die zwarte houden we even in de basic cabin, heet die. Die gaan we even onthouden. Hoezo kan ik niet mee? Ja, basic camo gaat hem worden. Ik vond hem wel vet. Ja. Zo, even kijken. En dan resprayen en dan misschien even kijken. Crew call? Nee, 2%. Dit ziet er best wel raar uit. Ja, inderdaad. Oh, dat was secondary call, of niet? Zo! Dit is vet! Ja. Dit is vet! Oké, en dan de secondary call mat zwart of zo? Ja, doe eens crew color. Dat is allebei crew color bedoel je? Ja, probeer eens. Oh, dat is ook nee. Vet, vind ik. Vind ja. Best vet. Ja, oké, okay, inderdaad. Maar mat zwart is beter. Ja, je ziet beter die dingen. Ja. Zit er, hoe dan? Het ziet er gevaarlijker uit. Hè? Het ziet er gevaarlijk uit. Ja, ik ga het toch. Inderdaad. Hoppa. Crew emblem erop. Ja, hoppatee. Knal hem erop. Transmissie erop. Turbo erop. Wheels. Ik zeg, de wheels laten gewoon zoals het is. Ik neem aan dat ze al... Oh, ze zijn nog niet bulletproof. Had ik wel verwacht, eerlijk gezegd. Op zo'n ding? Ja. Tire smoke. Oh, de crew natuurlijk. Even lights. Hebben we ook, kunnen we ook door neon eronder doen? Nee, ze zijn al blauw, denk ik, of niet? Ja, maar er kan geen neon onder. Dat is dan weer jammer. Windows. Zou dit ding kunnen drijven? Denk het niet. Ja, nee, inderdaad. Qua gewicht en niks. Zou niet, nee. Echt, heel die garage is blauw. Ja.
Wat heb ik? Ik heb hier een bar onder mijn geld staan nu. Wacht hoor. Wat kan ik doen? We gaan hem eens even op het platform zetten, jongens. En dan gaan we eens kijken hoe dat die raketten schieten. Volgens mij moet je stilstaan hiervoor. Ja, klopt. Ik moet ook niet in de driver's seat zitten om dit te kunnen. Wacht. Ik zit nu in de, op de plaats waar je moet zitten, volgens mij. Ja, maar ik moet daar toestemming voor geven, zag ik net op beeld staan. Oh. Kijk maar. Ho! Ja, ja! Zo! Super vet! Kijk hem schieten. Wacht, we gaan even in cinematic mode gaan wij zien hoe hij schiet. Wacht even, hè. Nou, Tim, laat het maar eens zien, jongen. Schieten. Kijk dan. Ja, het duurt wel even. Super. Maar Martijn, kom eens naar buiten. Hij staat al buiten. Ja, maar ik zie hem niet. Kan ik rijden? Ik kan er niet rijden. Martijn, ga eens daar gaan staan. Waarom? Ik zal er eens even staan. Hey. Miep. Gedaan met plezier. Waar moet ik staan? Ja, nu kan ik er wel niet meer gaan. Ja, oké, wacht, ik zal daar staan, achter staan. Wacht, schiet je naar achter? Nou, ben benieuwd. Ja, dit is echt voor helikopters neer. Nee, ik kan er niet aan, kijk. Wacht even. Of dat hij naar beneden richt of zo. Ja, zo ja. Kijk, dan ga ik hier achter staan. Volgens mij heeft dit wel maar een limiet aan aantal kogels. Ja, ik kan er nog steeds. Ik ga een beetje meer naar achter. Nee, ik ga gewoon op de berg staan. Ja. How to kill Martijn. Ja, zo. Wat? Ik vind hem super vet voor jongens. Zo, nou, hier aan het mee. Ik ga hem niet de zee inrangen, want ik weet wat er gaat gebeuren. Nou, laat ze testen, jongens. Schiet jij maar eens hier ondertussen. Mag ik ook hier zitten? Zo. Oh, ja, nee, nope. Jongens, wat is dit? Jongens. Wacht even. Oh, sorry. Ja. Hij probeert hem tegen te houden, hoor, Superman. Jongen. Zo, Martijn, stap dan in. Martijn, man, kom. Man onderboord. Ja, en dan overleeft hij het ook nog, hè. Ongelooflijk. Ik duw jullie even. Hey, Justin, als jij even gaat rijden, ik wil even schieten. Doen we ook al bij dezelfde... Nee. Ik mag niet rijden. Echt? Wacht. Nee, Martijn, eruit. Godgloeiende. Even kijken. Kun je mij wel even permissie geven om te rijden? Oh, wacht. Ja, nu. Ja. Top. En ik dan? Oké, dan rij even deze weg af. Af? Ja. Wacht, oh, dit ding draait echt niet. Nee, dat ook. Nee, deze weg af. Nee, zo bedoel ik het niet. Ja, het is toch af? Ja, gewoon de weg blijven bedoel ik eigenlijk. Oh. Op die manier. De weg af rijden. Even de achteruit testen natuurlijk. Ja, Nederlanders en Belgen hebben soms een andere woordenschat met rij deze weg even af. Hij rijdt er letterlijk vanaf. Ja. Nou, dat was dus niet de bedoeling. Draait echt niet. De weg niet eraf, hè? Maar de weg afrijden. Ja. Hoe zeg je dat Belgisch, deze weg vervolgen? De weg vervolgen. Allee, einde van deze weg. Sorry. Ja, stop hem hier in dat smalle stukje, ja. Ja, heel verstandig. Ja, ja, geef mij eens even, hou recht eens in. Ja. We gaan vliegen volgens mij. Ja. Agressiviteit eruit, hoppa. Dit gaat niet goed, jongen. Hoppa. Hey. We maken alles kapot. Wacht, zet hem eens eronder. Onder dat hokje daar, vet iets verderop. Ja, dat gaat nog minder goed gaan. Nee, joh, dat gaat prima. Niks. Volgens mij gaan we vliegen. Nee, joh, niks aan de hand. Oh! Paaltje. Ja, maak hem maar los. Uh-oh. Ja, la la la. Van links. Van rechts. Ik zie alleen helemaal niks. Ik denk dat je nog een stukje. Oh, nee, ik denk dat je nog een stukje naar voren moet. Ja, wat noem je een stukje in Nederland? Nog een stukje naar achter? Ja. Stukje. Ik zit vast. Stop. Ja, ik heb helemaal niks gedaan. Hallo. Wat werkt hier? Hoe moet je schieten?
Gewoon schieten zoals je normaal schiet. Oh. Nu niet schieten, anders zijn we dood. Oh, ik snap het. Rij je stuk. Rij maar naar voren. Het is Oké, en nou los. Dit was het laatste voertuig, hoor. Laten we ervan genieten ook. Rij eens naar achter, Martijn. Ik wil ook dan gewoon een keer rijden. Nee, deze auto. Ja, het maakt niet uit. Deze auto heel ja, maar hij gaat niet dood. Ja, moet je ook niet uitstappen, hè? Dan is de kans veel groter. Nee, deze auto wil ik heel laten. Schiet op zijn auto. Schiet op zijn auto. Hij staat nou toch ver weg. Het is ook niet op mijn auto, ik ben boos. Hij staat. Maar alleen, hij staat te hoog. Dat gaat niet. Doe maar. Ik denk dat we de video hier gaan eindigen, jongens. Wacht, ik wil toch nog Martijn zien doodgaan. Ja, ik ook. Helemaal niet. Jongens, ik zit vast. Waarom kan ik niet schieten? Oh. Mijn auto staat in de brand. Nice, hij gaat kapot. Mijn achterband is weg. Dat is maar niet uit. Rij naar voren. Rij naar voren, snel. Dat kan niet. Ja, dat kan wel. Nee, wat doe je? Kijk mijn achterbanden dan. Kijk mijn achterbanden. Toe. Hij doet het niet. Dat gaat niet. Hij werkt alleen van de achterkant. Kan niet van voren schieten. Zo! Oké, dat was volgens mij niet helemaal de bedoeling, maar hè? Wat gaan we doen? Zet hem hier maar even stil, dan klimmen we er even bovenop. Ik vind het prima. Ik wil schieten. Nee, mag niet. Alles mag. Ja, alles mag op vrijdag, hè? Alles mag op vrijdag, maar het is vandaag vrijdag. Ah. Jongens, vonden jullie er nou een toffe video? Laat dan zeker dat blauwe duimpje achter. En willen jullie zien hoe wij deze voertuigen gaan testen in een open lobby met echte mensen? Laat het dan zeker weten in de reacties beneden. En wie weet, gaan wij dat doen. Ik bedank jullie voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende video. Later!